Altijd een wonderlijke voorrecht om samen te kijken. Amper zit je op die zenders van de radiokansel. Nee. Ek is so gewoond om daar bij radiokansel die voorrecht te om te mag uitsaai. En dit is nou maar, as een mens nou eenmaal so in een ding geval het, nee, hoe sê hulle groef in een graf is die diepte. En dis maar die manier waarop ek altijd sê, baie, baie dankie, dit is een groot voorrecht om samen met te keier. Nou in ieder geval niet op die zenders van de radiokansel nie, maar hier bij Randedal Prisma. En dit is natuurlijk mijn hartse punt. Hier die gemeente, sy mense, die mense van die Here wereldwijd natuurlijk, speciale mense, nee, speciale mense, en dan om ook op hierdie wijze saam met jou te kan bybelstudie hou. En ons gaan met my Filippense bezig raak vir die volgende paar geleenthede. Ek vertrou dat ons saamkuier oor die afgelopen weke vir jou ook betekenisvol was, vir my het dit sommer baie, baie beteken, en een stukje rustigheid gebring, ons is maar net mense, hou nou op om so braaf te wees, en so voorbeeldig en vroom te wees, ons allemaal het maar ons dingetjies, en vooral wanneer ons dink oor die, oor ons eie levens, die levensverloop, die afloop daarvan, die noodwendigheid van die dood, en al die andere dingen wat daarmee samenhang, dan is dit iets wat maar een stukje ongemak bij ons bewerk, maar ek moet sê dat ek in my nadenken, en in my voorbereiding, en in my deel, van die materiaal rondom die dood, die opstanding uit die dood, en die verheerlikte lichaam, en die nieuwe hemel, en die nieuwe aarde, en alles wat daarmee samenhang, een nieuwe perspektiewe gekry het, weer herinner is aan perspektiewe, wat ek misschien al vergeet het, en dat ek bemoedig is daardoor, en ek vertrou dat het ook vir jou diezelfde is. Maar ons is nog hier, die Here gun vir ons hierdie dag, as jy vandag saam met my luister, saam met my kyk, saam met my oorweeg, oordink, dit wat ons met mekaar deel, dan beteken dit dat jy en ek nog hier is. En jy sal onthou vanuit ons laatste keer se saamkuier, waar ons gepraat het oor die verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hoe dat Openbaring 21 dit dan gaan konkretiseer, en hy sê daarom, en Paulus doen het dikwijls ook, natuurlijk Paulus het dan nie openbaring geskryf nie, maar dikwijls kom die Nieuwe Testament en sê, juist in die licht van dit wat ons met julle gedeel het, hierdie absolute hoopvolle toekomst wat ons het, en die genade wat ons in Christus Jesus deelachtig geword het, en al die ander seëninge en die gaves van Godse gees en van sy teenwoordigheid in ons levens, in die licht daarvan, lewe dan nou eens mense. Paulus sê hier in Filippense op plek, hy sê, ek wil toch net so lewe soos wat Christus dit wil. Ek wil toch net aan hom die eer en die lof toebring. En mag dit ook waar wees van ons levens. Toenemend dat ons focus, God, sy koninkryk, sy wil vir ons levens is, Romeine wat sê, sodat julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom aanneemlik en volmaak is. Nie waar nie. So, ons gaan samen met mekaar kuier uit Filippense. Nou, as ek jy met die kans gun, wil ek toch net met jou weer my donderdag aktueel deel. Ek het die voorreg om so bietjie op Kaapse Kansel een perspektief op die nuus aan te bied weekliks. En ek voel dat het relevant is vir ons context en dat het relevant is vir ons as kinders van die Here. En daarom as jy vir my gun, dan gaan ek het net vir jou lees. En dit is maar my perspektief op dit wat ons tans belewe. En my opskrif is evens negatief, daar staan ons is in die moeilikheid. Ons is in die moeilikheid. Nou, bedoel ek nou natuurlijk nou Suid-Afrika. Nou, net voor die TV nuus. Het is nou die aand, gister, eergister aand, hoor ek die stem van meneer Nelson Mandela, en hy sê, a rainbow nation at peace with itself and with the world. Is die droom wat hy verwoord, tydens sy inhuldiging as staatspresident op die 10de mei 1994. South Africa, a rainbow nation at peace with itself and with the world. Meneer Mandela het natuurlijk een merkwaardige vermoë gehad om waarhede woordryk te kon verpak, en as soveel goed wat hy dan gesê het, nee, wat hy ou bybly. Maar hierdie uitlating, toe ek dit hoor, het dit in my gedagtes bly vaststeek, vooral omdat ek vroeger in die dag in beeld 'n opsomming gelees het van die skade wat tydens die oproer van 9 tot 14 juli in Suid-Afrika, dan nou met name KwaZulu-Natal en Gauteng aangerig is.
En daar is nog cijfers en besonderhede uitstaande, maar op hierdie stadium word daar gerekend dat tussen 15 en 20 miljard randse skade in Suid-Afrika berokken is vanweë daar die opstandigheid. En as een mens nou bykie net, miskien het jy dit raak gelees, of jy kan gaan terugkyk by een beeld, en daar staan die opskrif van die artikel was geplunder, so lyk die lang lys skade. Geplunder, jy kyk, die netwerk 24 het mos so een vraagtekenkie waar jy artikels kan gaan oproep. En daar staan geplunder, gebrand, so lyk die lang lys skade. En dit is aangrypend om te sien wat een verwoesting in Suid-Afrika gesaai is vanweë daardie opstandigheid. Ek skryf hier, verstommend en beslissend, iets dramatisch is fout. Die spanning tussen meneer Mandela's droom en die realiteit van ons dag skreeu in hemel. Dr. Bram Hannekom, hy is natuurlijk die directeur van die Centrum vir Openbare Getuienis, dit is een bediening van die NG Kerk, noem hierdie een kairos oomblik, die tyd waarin ons lewe. Dit is een oomblik van beslissing. En dan sê hy, as daar ooit een tyd was vir regdenkende mense om saam te staan, dan is het nou. As daar ooit een tyd was vir kerke, gemeenskappe en selfs politieke partye om hande te vat, dan is dit nou. Die geskiedenis, skryf hy, oordeel wreed oor nasies wat beslissende oomblikke ignoreer, sluit die aanhalingstekens. En dan op een positieve en hoopvolle wyse sluit Dr. Bram Hannekom af. Hy sê die evangelie leer ons dat die lig, hoofletter lig, soos met die opstanding verrassend kan deurbreek na die donkerste tye, sluit die aanhalingstekens. Ek skryf verder, ek deel graag in Dr. Bramse optimisme en geloofsmoed, maar ek vind 'n bekommernis in my binneste dat ons iewers langs die pad iets baie betekenisvol verloor het. Ons waardering, ons respek en ons achting vir die lewe as 'n gawe van God. Suid-Afrika onderskei haarself as 'n land wat min waarde heg aan lewe. Die onverskilligheid en voortgaande drogredenasies van mense wat COVID-19 ontken, die enstof as die merk van die dier afmaak, en geleenthede sonder die nodige protokol bywoon, is daarvan 'n voorbeeld. Mense wat het op die pad waag terwyl hulle onder die invloed van drank is, en die hartseer statistieke van vroue en kinders wat verwaarloos gemartel en selfs doodgemaak word, is verdere voorbeelde hiervan, dat ons nie meer respek het vir die lewe nie. Die onvriendelike opmerkings teen ander kulture, die onverdraagsaamheid en vrees vir mekaar, kinders wat in puttoilette sterf en korruptes, wat kos uit die mond van agtergeblewenes steel. Die meer as 70 mense wat sedert die begin van die jaar die lewe gelaat het in taxi-geweld in die Kaap, is 'n verskriklike aanklag dat lewens goedkoop geword het, om te dink dat 'n mens sonder meer die lewe van iemand anders kan neem, omdat hy dit op jou roete waag, is skokkend. Daar moet toch ander maniere wees. Die meer as 300 mense wat in die slagting van die afgelope dae omgekom het, minstens 100 dae van in Phoenix, in KwaZulu-Natal, in so mate dat lijkshuise die liggame van afgestorwenes nie kan akkommodeer nie en ondernemers nie genoeg kiste het om vermoorde mense te kan begrawe nie. Dis verskriklik, is grafies, maar dis die werklikheid. Ek weet dat ek veralgemeen en dat die meerderheid van die samelewing wil nie aan die aanskuldig maak nie, maar iewers sal iets moet skuif in Suid-Afrika. Prysenswaardige barmhartigheid, soos wat in hierdie tyd bewys word, maak die verkeerde steeds nie reg nie. Ons is in die moeilikheid. We are a nation at war with ourselves and with the world. Nie die droom van a nation at peace with itself nie. Maar het lyk vir my, we are a nation at war with itself. Die vrede waarvan meneer Mandela gepraat het, het ons ontwyk en ontgaan. Die uitdaging kom met 'n hartsverandering. Die nasie moet by 'n kruispad kom en hierdie kruis is 'n hoofletter K. Die nasie in Suid-Afrika moet by 'n kruispad kom. Op 'n ligter noot skitter sommige van ons atlete by die Tokio Olimpiese Spele.
om met gouden, zilver en brons medailles huis toe te komen is uiteraard wonderlijk en gesog, maar om net deel te kan neem is reeds merkwaardig en een prestatie waarover elke Suid-Afrikaner liries moet raak. Mag die Heer ons en andere deelnemers veilig en gezond hou. Mag die geest van eenheid en samenhorigheid, wat by die spelen heers, ons allemaal, ja, wereldwijd oorrompel, mag Suid-Afrika koers kry, ware noord vind, en droom, die droom van meneer Mandela, nee, die droom van God, ons Vader, a nation at peace with itself, gestalte laat kry. Ja, ons het nodig om vir Suid-Afrika te bid, miskien getuig hierdie stuk ook met jou eie gees. Ons gaan ter aanvang kyk na hierdie grafiese, baie oulike grafiese voorstelling oor die boek Filippense. Dit neem een aantal minute, ontspan lekker, jy kan het weer een keer en weer een keer kyk, en neem kennis van die verskillende aksente, en ons gaan in die volgende paar geleenthede, gaan ons het een bykie uit mekaar rafel, en een bykie daarna kyk, maar ons gaan net eers begin, deur na hierdie grafiese voorstelling te kyk, en dan gaan ek vandag een aantal opmerkings maak, oor die boek Filippense, en dan gaan ons volgende week verder, kuier met mekaar. Geniet het. Paul's letter to the Philippians. The church in Philippi was the first Jesus community Paul started in Eastern Europe, and that story is told in Acts chapter 16. Philippi was a Roman colony in ancient Macedonia. It was full of retired soldiers, and it was known for its patriotic nationalism. And so there, Paul faced resistance when he was announcing Jesus as the true king of the world. And after Paul moved on from there, those who became followers of Jesus continued to suffer resistance and even persecution, but they remained a vibrant community faithful to the way of Jesus. Paul sent this letter from one of his many imprisonments, and for a very practical reason. The Philippians had sent one of their members, Epaphroditus, to take a financial gift to Paul to support him in prison. And Paul sent back this letter with Epaphroditus to say thank you and to do a whole lot more. The design of this letter doesn't develop one single idea from beginning to end like many of Paul's other letters. Rather, Paul has arranged a series of short, reflective essays or vignettes, and they all revolve around the center of gravity in this letter, which is a poem in chapter 2. It artistically retells the story of the Messiah's incarnation, his life, death, and resurrection, and exaltation. And then in each of these vignettes, Paul will take up key words or ideas from that poem to show how living as a Christian means seeing your own story as a lived expression of Jesus' story. So Paul opens the letter with a prayer of gratefulness, and he thanks God for the Philippians' generosity, for their faithfulness, and he expresses his confidence that the life-transforming work that God has begun in them will continue into greater and more beautiful expressions of faithfulness and love. And Paul then focuses on their obvious concern at the moment, which is his status in prison. Being in a Roman prison was no picnic, but it paradoxically has turned out for good to advance the good news about Jesus. So all of the Roman guards, the administrators, they all know that Paul's in prison for announcing Jesus as the risen Lord. And his imprisonment, it's inspired confidence in other Christians to talk about Jesus more openly. And Paul's optimistic that he will be released from prison, but it's possible that he could be executed. And as he reflects on it, that actually wouldn't be so bad, because for me, Paul says, life is the Messiah, and so dying would be a gain. For Paul, his life in the present and in the future, it's defined by the life and love of Jesus for him. And so if he's executed, that means he'll be present with Jesus, which would be great for him. And if he's released, well, that would mean he could keep working to start more Jesus communities, which would be better for other people. And so that's what he hopes for. And notice how his train of thought works here. Dying for Jesus is not the true sacrifice for Paul. Rather, it's staying alive to serve others. And so that's Paul's way of participating in the story of Jesus, to suffer in order to love others more than himself. Paul then turns to the Philippians, and he urges them to participate in Jesus' example by taking up this same mindset. He says, "Your life as citizens should be consistent with the good news about the Messiah." So these Christians in Philippi, they were living in a hotbed of Roman patriotism, but their way of life was to be shaped by another king, Jesus.
and that might bring persecution. But they are not to be afraid, because suffering for being associated with Jesus, it's a way of living out the story of Jesus himself. Which leads Paul into the great poem of chapter 2. It's rich with echoes of Old Testament text, specifically the story of Adam and his rebellion in Genesis 1 through 3, and the poems about the suffering servant in the book of Isaiah. This poem is worth committing to memory. It is a beautifully condensed version of the gospel story. So before becoming human, the Messiah pre-existed in a state of glory and equality with God. And unlike Adam, who tried to seize equality with God, the Messiah chose not to exploit his equal status for his self-advantage. Rather, he emptied himself of status. He became a human. He became a servant to all. And even more than that, he allowed himself to be humiliated. He was obedient to the Father by going to his death on a Roman execution rack. But through God's power and grace, the Messiah's shameful death has been reversed through the resurrection. And now God has highly exalted Jesus as the King of all, bestowing upon him the name that is above all names, so that all creation should recognize that Jesus the Messiah is Lord to the glory of God the Father. Now, that last statement is astounding. Paul's quoting from Isaiah chapter 45. It's a passage where all creation comes to recognize the God of Israel as Lord. Paul's point here is very clear. In the crucified and risen Jesus, we discover that the one true God of Israel consists of God the Father and the Lord Jesus. And so for Paul, this poem, it expresses his convictions about who Jesus is, and it does more. It offers the example of Jesus as a way of life that his followers are to imitate. And so that's why Paul immediately goes on to tell two stories, first about Timothy, then about Epaphroditus, because they are both examples of people living out Jesus' story. So Timothy's like Jesus because he's constantly concerned for the well-being of other people more than his own. And Epaphroditus, who the Philippians sent with their gift, he ended up risking his life to serve Paul in prison. He got so sick he almost died trying to help Paul. But God had mercy on him and Paul by sparing him the loss of a friend. Paul's point here is that these are the kinds of people who are living, breathing examples of the story of Jesus, and they are worthy of imitation. Paul then turns to his own story as an example. So those Christians who had been demanding circumcision of non-Jewish Christians, remember his letter to the Galatians, these people are still stirring up trouble for Paul, and they keep reminding him of his own past, when he used to persecute Jesus' followers, when he tried to show his right standing before God by his zealous obedience to the laws of the Torah. But like Jesus, Paul has given up all of that status and privilege. He now regards all of it as filth, and the word he uses is actually much less polite. He's given it all up to become a servant, like Jesus, to participate in his suffering and sacrificial love. And he does all of it in the hope that Jesus' love will carry him through death and out the other side into resurrection. So Paul says that for followers of Jesus, their true citizenship is in heaven, which for Paul does not mean that we should all hope to get away from earth and go to heaven one day. Rather, heaven is the transcendent place where Jesus reigns as king. And he says we're eagerly awaiting our royal Savior to come from there and return here to bring his kingdom of healing justice and transforming love to bring about a new creation. Paul then challenges the Philippians to keep living out the Jesus story. He first addresses two prominent women leaders in the church who worked alongside Paul, and they're in some kind of conflict. And so Paul pleads with them to follow Jesus' example of humility, to reconcile and become unified. Paul then urges the Philippians not to give in to fear, but despite their persecution, to vent all of their emotion and their needs to God, who will give them peace. And that peace, Paul says, it comes by focusing your thoughts on what is good and true and lovely. There's always something that you could complain about, but a follower of Jesus knows that all of life is a gift and can choose to see beauty and grace in any life circumstance. Which leads Paul to his conclusion. He again thanks the Philippians for their sacrificial gift, and he wants them to know that his imprisonments, that his times of poverty, that these are not true hardships for him. They've actually become his greatest teachers, showing him that no matter his circumstances, he has learned the secret of contentment, its simple dependence on the one who strengthens him.
Paul has come to see his own suffering as a participation in the story of Jesus. The letter to the Philippians gives us a unique window into Paul's own heart and mind. He saw his entire life as a reenactment of the story of Jesus. And you can sense in this letter his close connection to Jesus, his awareness that Jesus' love and presence is closer than his own skin. And that's what gave him hope and humility in his darkest hours. And so Paul shows us that knowing Jesus is always a deeply personal, transforming encounter. That's the kind of Jesus that Paul invites others to follow. And that's what Paul's letter to the Philippians is all about. Daar is hy, 'n lekker grafiese voorstelling van hoe dat die boek Filippense daar uitsien. Nou, Paulus is natuurlijk, soos wat jy ook daar verneem het, is hy in die tronk, terwyl hy hierdie brief skrywe, namelijk die brief aan die Filippense. En terwyl hy in die tronk was, het Paulus 4 briewe geskryf waarvan ons bewus is, die brief aan Efesiërs, Filippense, Kolossense en ook die brief Filemon. Niks kon vir Paulus terughou nie. Al is die omstandighede minder ideaal, is die roepingsbesef in sy hart eenvoudig van so'n kwaliteit, dat hy elke geleentheid aangryp om diensbaar te wees in Godse koninkryk. Iemand sê, the best part of ministry, the worst part of circumstances. Dit is nie een grap, ons is Paulus opgesluit te wees in een tronk, vooral in die tyd waarin hy gelewe het, en uiteindelik het hy met sy lewe ook betaal vir die getuienis wat hy gelewer het aangaande Christus Jesus die Here, soos die meeste van die apostels. Dit was nie ideale omstandighede nie. Dit was eintlik baie negatiewe omstandighede. En tog, te midde van daai negatiewe omstandighede, blom Paulus in 'n sekere sin, bring hy vrugte voort wat die lewens van mense op 'n besondere wyse impakteer. Nou, Filippi was een stad gewees, een Romeinse kolonie, daar in Oos-Europa natuurlijk, en dit was, is vernoem na Philip, en hy was die vader van Alexander die Grote gewees. En Paulus het aanvankelijk nie beplan om na Filippi toe te gaan nie. Julle sal daai gebeure vir julle self voor oog kan roep, Handelinge hoofstuk 16 onder andere, daar lees ons dit. En dit was tydens die tweede sendingreis, dat Paulus en Barnabas, Markus eindelijk, en Barnabas so bykie van een spanning tussen hulle belewe het, en Barnabas besluit het om saam met Markus, van wie Paulus gesê het dat hy een bykie klein kopie getrek het. Paulus was een bykie teleurgesteld in die optrede wat Markus aan die dag gelê het. En Markus en Barnabas die trek in een richting, en Paulus trek in 'n ander richting, en hy neem vir Silas saam met hom. En hy wil daardie gemeentes wat tydens die eerste sendingreis beslag gekry het, daardie geloofsgemeenskappe wil Paulus gaan groet en gaan kyk dat alles daar met hulle regkom. Sy kop staan na die suide toe, maar die Heilige Gees verhinder hom om dit te doen. Sy kop staan na die noorde toe en weer eens verhinder die Heilige Gees hom om in daardie rigting te reis. Nee, hy kom van die ooste, hy wil na die noorde en na die suide, maar God het die weste in gedagte. En die Bybel sê vir ons in Psalm 37 vers 23, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is. Maar dan moet hy ou natuurlijk ook ingestel wees op die frekwensie van Godse gees en te onderskei tussen wat iemand noem die go van God en die no van God. Die gaan en die nee. Nee? En dis wat Paulus hier moes doen. Hy moes onderskei tussen Godse gaan of nee, nie hierdie rigting nie, maar ek het iets anders vir jou in gedagte. En is so belangrik dat ons as kinders van die Here juist ook daar dieselfde ingesteldheid sal hê, dat ons 'n fyn onderskeiding mag hê, omdat ons ook die wil van die Here vir ons eie lewens wil onderskei en wil weet wat is dit wat die Here van ons vra. So the steps of the righteous are ordered by the law. Ordered, dit word deur hom bepaal, nee? En so moet Paulus dan nou hier ook onderskei. Hy is in Troas wanneer hy 'n visioen het.
van een man van Macedonië, wat sê, kom oor en kom help ons. En Paulus interpreteert dit heeltemal correct als die roepstem van God en besluit om dan naar Filippi toe te gaan. Die plek wat hij aanvankelijk niet wil bezoeken, nie, en daar bevindt hij homself. Paulus is daar in Filippi en ik vermoed dat hij nou zoekt voor die man wat so vir hom geroep het en vir hom gesê het, kom oor en kom help ons. Maar hij vindt niet die man nie. Nee, op die Sabbatdag vindt hij een klompie vrouwen wat by die rivier bij mekaar kom. Nee, daar was niet een synagoge geweest nie, want blijkbaar niet, want daar moest tenminste 10 volwassen mans in een gemeenschap geweest zijn. Dat was hoofsakelijk afgetrede soldaten, Romeinse soldaten en dies meer, wat hulle self thuis gemaakt het. Dat is een heidense omgeving en daar is niet met andere woorde, een synagoge van de Joden daar niet. En Paulus sluit aan bij hierdie klompie vrouwen wat daar bij elkaar is. Onder andere vindt hij daar vir Lydia, die purper verkoopster, een zakenvrouw. En zij wordt geraakt door die evangelieverkondiging, die boodschap wat Paulus met hulle deel. Paulus wordt daar in Filippi, wordt hij gearresteerd, hij wordt valselijk beschuldigd van allerlei dingen en hij bevindt hemzelf in die tronk. Die plek waartoe hij niet wou gaan, nie, die met andere woorden maakt nu nog die leven voor hem moeilijk en hij bevindt hemzelf daar in die tronk. Maar Paulus, wat een fijn onderscheiding heeft en wat elke verleentheid als een geleentheid ziet. Elke oenschijnlijke verleentheid als een geleentheid zien. Die praat daar met die tronkbewaarder. Hij komt tot een keer en hij en zijn hele huisgezin wordt gedoop. En een klompje mensen komt bij elkaar en hulle plant een gemeente in Filippi. Die heel eerste gemeente wat in Europa gevestigd wordt. En Paulus verlaat Filippi en voor 2 jaar kom hij niet weer terug naar Filippi toe nie. Hij bevindt hemzelf in Jeruzalem, waar hij gearresteerd wordt. En daar is hij eerst in Caesarea voor 2 jaar in die gevangenis. En daarna is hij in Rome in die gevangenis, van waar hij hier die specifieke brief schrijft. En hij schrijft dit wanneer Epafroditos, zo schrijft die Bijbel zijn naam, Epafroditos, van Filippense af, van Filippi af, naar Paulus toe gestuur word, wat in die gevangenis is, met een financiële gave. Nou, is interessant, nee, dat Paulus waarschijnlijk, en ik denk dit was hij was onder huisarrest, dit was zekerlijk niet ideaal nie, maar dat was toch zeker een vrijheid wat Paulus kon genieten. En die gemeente in Filippi stuur van Epafroditus naar Paulus toe met een financiële gave om in zijn levensonderhoud te voorzien. En Paulus schrijft terwijl hij daar is, die Epafroditos, schrijft hij een brief aan die gemeente, hoofsakelijk om vir hulle dankie te sê, voor die genade, voor die bewijs van liefde, en ook voor die voorbeeld wat hulle stel. En vir hulle, julle lees dit in die eerste hoofstuk van Paulus, sê julle het saam met my, julle is medewerkers saam met my, ook in my eie gevangenisneming, ook in hierdie, noem het maar verleentheid, hierdie uitdagende omstandighede waarbinnen ek myself bevind. Nou, Paulus het die brief na Filippi verskil iets wat van ander brieven in die sin dat Paulus niet in die eerste plek valse leerstellingen, valse leraars wat altijd weer in gemeentes hulle vastere plek gekregen, zoals in het geval van bijvoorbeeld de Korintiërs, die gemeente in Korinthe of die gemeente in Galate, die brief van die Galatiërs, waar Paulus baie sterk met andere woorden deel met valse leerstellingen wat in die omgeving en die gemeente mensen heeltemal door mekaar het nie, maar Paulus skryf oor klompie aan verwante sake. En is interessant as jy net weer denkt aan die wijze waarop die grafische voorstelling eindelijk die gebeure waarvan Paulus praat, die lied wat Paulus aanhaal in Filippense hoofstuk 2, die lied oor Christus en die wijze waarop hy sy hemelse heerlijkheid verlaat het, en dan thema's vanuit daar die lied gebruik om die verschillende facetten van daar die brief natuurlijk te vorm. Nou, ons moet onthou dat hoofstukindeling en versindeling uiteraard nie deel was van die oorspronkelijke manier waarop, met andere woorden, daar die correspondentie hanteer is nie. Dis maar later, terwille van ons eie
verstaan en ter wille van een ordelijke lees van die tekst dat daar verse bij gekomen het, hoofstukke en opskrifte en alles wat daarmee verband hou. Paulus bevindt homself dus daar in die tronk en hij schrijft hier die dankbrief om voor die gemeente dankie te sê dat hulle so deel het aan sy levensomstandighede. Die thema, en ek is seker dat jy jouself dit ook voor oog kan roep, die een thema wat baie sterk uitstaan in die brief wat aan die Korinthe geskryf, aan die gemeente in Filippi geskryf word, is namelijk die thema van vreugde, van blydskap, nee. Hy sê, rejoice in the Lord again, and I say again, rejoice, nee. Wees bly in die Here. En het is vir my moeilik om diezelfde dingen vir julle te skrywe nie. Wees bly in die Here. Hy bevind homself in die gevangenis, hy is in minder as ideale omstandighede. Een mens sou verwacht dat Paulus vanuit het gevoel van woede, van bitterheid en van een klomp ander dinge sou kon skrywe, maar hy getuig van vreugde en van een opgewondenheid oor dit wat die Here nie alleen in sy eie lewe en deur sy eie lewe doen nie. En dit word in die volgende verse van Filippense beskrywe, van die brief aan die gemeente in Filippi beskrywe, maar hy maak telkens melding van die blydskap wat hy belewe, the joy of the Lord is my strength, die blydskap wat hy belewe, en daarmee saam die oproep dat die gemeente eveneens een moeite sal doen om die blydskap te gordel en dit die manier sal maak waarop hulle lewe, te midde van wat er aanvechting en ook vervolging wat die gemeente daar in Filippi moet verduur. Nou, hierdie rejoice, hierdie blydskap, hierdie vreugde, hierdie joy, is iets anders as om, as geluk. Dit is iets anders as be happy, nee? Waar is die lied wat sê, be happy, nee? En dan, be happy, en dan, wat is die, ek kan nou die woorde onthou nie, nee? Moenie sad wees, nee, maar be happy, maar om happy te wees, soos die woord geluk, nee? Ek is gelukkig. Die gelukselement, dit hang af van die omstandighede, dit hang af dat die dinge vir myself goed uitwerk, nou, dan is die omstandighede, gee dit ook aanleiding tot my, I'm happy, maar hierdie is nie een gevoel van happiness nie, hierdie is een gevoel van diep gesetelde vreugde, blydskap, joy, in die Here, wat nie van buiten afkom nie, maar wat een innerlijke ingesteldheid is vanwe die sekuriteit wat die kind van God geniet. Vanuit die wete dat sy naam geskryf is in die boek van die lewe en van die lam, dat niks om kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie, dat sy genade onder alle omstandighede genoeg is en dat hy vir tyd en ewigheid veilig is by God. En in die wete dat die Here vir hom sorg en dat hy hom versorg. So kom ons gaan vandag tot so ver. Ek dink ons is reeds in die lig van daar die prachtige grafiese voorstelling en dan hierdie opmerkings, hierdie inleidende opmerkings oor die brief wat Paulus dan vanuit die gevangenis skryf aan die gemeente in Filippi. Hy stuurde dan terug saam met Epafroditos, en ons gaan nou dan op die volgende geleentheid ook na hom verwys, in die eerste hoofstuk verwys, het tweede hoofstuk verwys Paulus juist na hom en Timotheus, en is juist van Paulus en Timotheus af in die brief sy pad vind na die gemeente in Filippi. Maar tot dan, kom ons neem ons self voor, en ons vraag ook vir die Here dat hy ons sal vul met die gees van vreugde, nee, van joy, van een diep gesetelde opgewondenheid oor die feit dat ons hoop het vir die hier en vir die nou, vir vandag en elke dag, dat ons verlede in soverre as ons ook daarin misluk het, ons sonde, dat het deur Jesus weggewas is en dat ons name geskryf is in die boek van die lewe en van die lam en dat ons daarom met oortuiging en met oorgawe voor hom kan lewe. Mag die Here vir jou seën, mag jy 'n wonderlike week belewe.